Yo kijkers van Dus David Games Slash hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op DDG. De vorige keer hebben we gezien dat Alexander behoorlijk veel city-states als allies heeft. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo heel blij mee, want die heb ik liever natuurlijk zelf als ally. En bovendien ben ik bang dat Alexander zichzelf ooit eens een keertje tot wereldleider gaat kronen. En dat willen we niet. We gaan proberen om met een science victory hem voor te zijn voordat hij dat gaat flikken. Maar ik heb hier nog wel een great scientist staan en die ga ik straks pas gebruiken. Want die hebben we nou helemaal nog niet nodig. Babylon. Babylon, bouw maar een aquaduct. Choose production in Akkad. Wil ik een public school. Unit needs orders. Ja, jij moet even wachten. Totdat die drie beurten voorbij zijn. Dan kan ik als goed is elektriciteit gaan aanleggen. Of gaan onderzoeken. En dan pak ik daar mijn great scientist wel voor. Dan kan meneer Linnaeus daar mooi bij helpen. Want dat scheelt dan een behoorlijke tijd. Want als ik hier nu mijn scientist op zet, dan ben ik hem zo weer kwijt. Dan is het drie beurten. Nou, oké, UPA. Drie freaking beurten op 314 beurten die we al gehad hebben. Dus dat is niet echt nodig. Dat is niet nodig. Dat is zonde zelfs. Salt van Genua. Waarom? Oh, kom zeker door hen, hè? Kom door jullie, hè? Schijt barbaartjes. Kom eens hier. Jongens, schijt die barbaren. Ik wil mijn zout terug. Mijn eitjes smaken heel erg slap zonder al dat zout erop. Ik wil zout op mijn ei. Friendly trade route plundered. Waar nou weer? Zeker die... Ja, die barbaren weer. Oh my freaking heilige kip. Hou nou eens op met mijn trade routes plunderen. Dat zijn mijn trade routes. Ga zelf trade routes aanlopen leggen. Als je daar zo blij van wordt. Al Genua lost het zelf wel op. Oké. Is goed, jongens. Monaco wil dat ik Colombo ga pesten. Waarom zou ik dat doen? Want you to generate a great engineer. Oké. Griekse spion. Hou op, Alex. Discuss. Stop spying, bitch. Zo. En ik wil eventjes vriendjes worden met een hele machtige figuur. Oh. In the whole end. We hebben extra marmer. En jij haalt niks. Dus als jij nou marmer voor suiker, is dat goed? Waarom wil die gewoon niks ruilen? Ja dan. Verf. Voor. Ja, voor niks. Oké. Business. Ja, zo. Ik heb zout voor jou. Tegen parels. Waar je er nu? Ga je baard hem maar afscheren. Ik vind je lelijk. Doei. Dan krijgen ze het er niet. We zijn, hier was het zeker weer, hè? Mijn trade route. Allemaal mooie trade routetjes. Ik was heel blij dat ik ze had. Misschien dat ik hier straks ook nog maar een bootje moet bouwen. Unit needs orders. Yes. Next turn. Ik weet het, jongens. Kappen nou. Fortify. Next turn. Kom op. Even niet moeilijk doen. Hier komt bijna ook het observatorium aan. Wat ook relaxed is. Bijna weer een nieuwe social policy, zie ik. Nog twee beurtjes, dan hebben we die ook. Kunnen we weer wat leuks krijgen voor een scientist. Monaco wil fate. There never was a good knife made of bad steel. Lancers, arsenals en Redfords. Hoe gaat het trouwens hier met die walvissen? Kan ik deze al bijna pakken? Heb ik walvissen trouwens? Ik heb nog geen walvissen. Nou, wordt tijd dat ik die dan eens eventjes ga pakken. Ik wil hier graag... Doe maar elektriciteit. Onderzoeken. En dan ga ik dat rusje met Carl Linnaeus. Nog 6 beurten over. Kijk, dat schiet de meeste op. Choose. Ik wil... een... seaport. Heb ik daar wat aan? Nee. Daar heb ik zelfs geen hol aan. Workboat. Gaan we die visjes eindelijk eens vaak aan die daar de hele tijd rondzwemmen.
We hebben de hele tijd niks mee gedaan met die vissen. Casimir heeft oorlog met Genghis Khan. Perfect. Je mag erdoor. Doei. Zolang je mij maar niet aanvalt. Alexander heeft oorlog met Genghis Khan. Hey, dan zijn ze met z'n tweeën. En twee zijn altijd sterker dan één. Zo leuk zijn als Genghis Khan een beetje uitgedund werd. Hoe gaat het trouwens met mijn allies? Oh, daar heb ik ook nog drie van. Zo zwak ben ik dan ook weer niet mee. Nieuwe culture punten. Science gained from research agreement 50%. Great scientist earned. Als ik nou alles heb, hè. Krijg je een free technology. Great scientist, 25% faster. Hoppakee. Altijd welkom, die great scientists. Als ik nou laat focussen op science, gebeurt er dan? Gaat wel heel hard dan. Maar het gaat ook heel hard van mijn goud af. Heb ik wel extra science. Ik ga het eens een keertje proberen. Ik doe het echt nooit op science focussen, dus ik ga het gewoon eens een keertje proberen. Kijk wat er gebeurt. Ik heb niet zoveel goud meer. Dus daar moeten we wat aan doen. Kan ik iets doen om goud mee te verdienen? Waarschijnlijk weer handelen, hè? Cargo ship. Production in Parijs wil ik ook een cargo ship. Next turn. Ik moet gewoon voor die handelsroutes opstellen. Maar die worden elke keer geplunderd en dan schiet het niet op. Dan heb ik ze en dan worden ze weer geplunderd. Dan heb ik ze en dan worden ze weer geplunderd. Ja, dan word je toch op een gegeven moment wel zat om die handelsroutes aan te leggen. Zout uit Genua, dank u. Unit promotion. Zie je dan weer aan de hand. Wie hebben hier oorlog dan? Oh, die zijn van mij. Hallo, niet op mijn unit schieten. Wordt niet gewaardeerd. Gatling gun. Ja, hey, Genua, heel aardig van je, maar ik hoef hem niet. Ik heb al zo weinig goud. Jou kan ik ook eigenlijk wel missen. Nog een Gatling gun weg. Doei. Prachtig hoor, al die Gatling guns. Maar ik heb er geen hol aan. Hier wil ik een markt. En jij gaat maar iets doen. Iets nuttigs. Heb ik niet nog ergens een worker lopen? Ja, daar. Wat zijn jullie aan het maken eigenlijk? Een mijn. Oké. Is goed. Gaan jullie maar lekker een mijn bouwen. Ik wil lekker jullie alert hebben. En dan op next turn. Nog bijna elektriciteit. Oh, zitten we dan in de moderne tijd al of niet? Nee, bijna. Gaat hard. We zitten nog steeds in de industrial era. Hij schiet lekker op. Zo. Hebben jullie weer ruzie? Schiet. Op hen. Nee, niet zo. Nou, weet je wat? Ik verkoop jullie ook. Ik heb toch geen reet aan jullie. Nou, dat kan niet. Dan heb ik liever dat ik ze verpatst dan dat ze zo meteen naar de kelder geschoten worden. Hier zit ook niemand, hè? Qua civilizations. Australië. Daar zit ook niemand. Wat raar trouwens. Wat raar en wat naar voor Australië. Processing turns for barbarians. Schiet op. Heb nog meer te doen vandaag. Ja hoor, hier. Weet je wat? Ik verpat jou gewoon. Doei. Jij gaat visjes vangen. Zoals het een goede man betaamt. Jij gaat ruilen met Lots, denk ik. Breng maar naar. Nee, doe maar naar Bratislava, denk ik. Wat is verder eigenlijk? Bratislava ligt helemaal. Monaco ligt daar. Bratislava. Waar ligt Bratislava dan? Daar gaan we toch niet helemaal heen varen. Dat is gekke werk. Lots. Nou, farm hem naar Lots toe dan. Doei, veel plezier. Stuur een kaartje als je er bent.
Babylon, ik wil van jou. Wat wil ik van jou? Een Riders Guild. Gewoon omdat het een wonder is en omdat het leuke punten oplevert. Is leuk voor mijn ego. Hoe gaat het met mijn electricity trouwens? De Maya's zijn boos op Mongolië. Hmm. En terecht. Maar dat zeg ik niet te hard, want dan wordt Genghis Khan boos op me. Is het een feit, of heb ik dreamt het, dat door middel van elektriciteit de wereld van matter has become a great nerve, vibrating thousands of miles in a breathless point of time. Super, we kunnen aluminium zoeken. Aluminium ligt ergens hier op de kaart dan blijkbaar. En we kunnen de stock exchange bouwen en de hydro plant. Maar voorlopig hebben we alleen maar hier aluminium liggen. Is dat echt serieus alles dat we hebben? Dat is al het aluminium wat er is hier in de wereld. Oké, gaan jullie dan eerst maar dat aluminium zoeken, jongens? Dat heb ik dan toch liever. Choose research. Wat zullen we eens doen? Het is wel stoer om deze al te hebben. National Intelligence Agency. Haha, lachen. Wil hebben. Gaan we voor de radio, jongens. Het is gewoon lachen dat we die al hebben. Dan zitten wij al in de moderne tijd. Misschien niet de meest tactische zet, maar... doen het er maar even mee. Public decoration from France. Aha. Oké, okay. Succes Frankrijk. Frankrijk, heb ik ook wat te zeiken. Akkad heeft een public school. In twee beurten. Losing grasp on Bratislava. Bratislava, wat hebben jullie nou te zeiken? Gift a unit. Ja. Oh. Wat hebben ze nou gekregen? Dan weet ik het niet. Cargo ship. Gaat naar... Stockholm. 25 gold per beurt. Hoppa. Jij gaat weer schieten. Cargo ship gaat weer terug. Precies waar die vandaan kwam. Parijs, daar wil ik graag een... stock exchange hebben. Extra goud voor de Vaco. Omdat ik vind dat ik het verdien. Ik verdien heel, heel, heel veel goud. Al het goud is voor mij. Alles is voor Bassi. Alles is voor Bassi. Nou. Karakorum, wat is dat nou weer voor naam? Wat is dat nou weer voor naam, zeg? Upcoming session, dat gaan we nou weer op stemmen. Cultural Heritage Sites en Act Fundings. Arts Fundings. Oh, in Lyon wil ik een bank. En in Akkad... de Oxford University. Krijgen we één extra technologie bij en die wil ik hebben. Die wil ik absoluut hebben. Genghis Khan zit nu pas in de industrial era. Oh, dan loopt hij wel heel erg achter. Als hij daar nu pas in komt zitten. Genghis Khan, wij zitten al bijna in de moderne tijd. Wij gaan hier naar binnen. Hij komt net hier naar binnen wandelen. Wat een loser. The cities we all like to visit. Mekka. Oh. Ik dacht dat we helemaal niet in Mekka mochten komen. Alleen moslims mogen toch in Mekka komen. Great scientist has been earned. In Paris. Hoppakee, radio rushje. Hier in Babylon. De stock exchange. Jij gaat een mijn bouwen. Ja, dat weet ik heel zeker. Dat weet ik heel erg zeker, want dan weet ik zeker dat het aluminium voor mij is. Alexander, ik ga even nee zeggen tegen jou. Jij zegt ook constant nee tegen mijn voorstellen, dus dan doe ik het ook niet bij jou. Gustavus Adolphus zit ook in de industrial era. Ze lopen echt ontiegelijk achter, die gasten. Op het gebied van dit soort dingen dan, hè. Ze hebben wel andere dingen dan weer heel erg veel. Dus Alexander, die heeft heel veel allies. Da'ana nutajir. Hoi. Als je... Oh. Ta'ala. Als je er nou zes van... Zucht. Ta'ala. Da'ana nutajir. Nou, kom op. Gold per turn. Oké, alsjeblieft. Hier. Dat is vijf. Perfect. Vijf goud per beurt.
Voor mijn wijn. Mijn wijn is natuurlijk ook hartstikke lekker. Dus dat doet hij het met mij. Zo. Nee, ik heb net ook al nee gezegd. Blijf niet nee zeggen. Ik ben een papegaai, Alex. Eén keer is meer dan genoeg. Mie is geen papegaai. Citrus to Genghis Khan has ended. Dan wordt het tijd dat we die weer terug gaan krijgen. Genghis Khan, waar ben je? Trade. Dice tegen incense. That will do. Mooi, 16 happiness weer. Productie in Troy, een public school. Niet orders. Jij gaat ruilen met Genua, hè? Daar kwam je vandaan. Dat lijkt me goed als je dat gewoon weer gaat doen. Daar ben jij tenslotte een handelsding voor. Anders dan had ik wel een andere taak voor je. Napoleon has entered the industrial era. Haha, moet je raden wat wij zo meteen hebben. Napo, hey, Matty. Raad eens waar wij aankomen zetten. Wij hebben de radio al, Napo. The whole country was tied together by radio. We all experienced the same heroes and comedians and singers. They were giants. Juist. Ik wil de Eiffeltoren hebben. Omdat ik die leuk vind. The only thing we have to fear is fear itself. Juist. En wat we ook moeten vrezen is dat deze aflevering van Civilization nu ten einde is. Kijkers van Dus David Games, wij hebben de radio. Dat is helemaal hartstikke top. Ik hoop dat ik binnenkort ook de Oxford University krijg. Dat betekent dat ik weer een gratis dingetje uit mag kiezen. En dan gaat het gewoon echt super lekker. We gaan met rassen schreden richting het Apollo-project. Dat zou echt super tof zijn als we hier gewoon hier de satellieten en de SS-boosters en zo kunnen bouwen. Het zou super tof zijn als we dat kunnen redden met z'n allen. Als jullie nou gewoon eens eventjes een like op deze video doen, dan steunen jullie mij daar ook ontzettend in. En als je mij heel erg wil steunen, dan kan je ook abonneren op mij op Vaco Games. Staat een linkje in de beschrijving. Ik zou het super tof vinden als jullie daar ook op abonneren, want dan steunen jullie mij. En ik zie jullie morgen hier terug op DDG met meer Civilization 5. Mazzel!